Guys, we zijn hier tegen met een nieuwe aflevering van Dream Simulator. We gaan eens even kijken wat we vandaag allemaal gaan kunnen jatten. Allereerst moet ik de buit van de vorige episode nog gaan verkopen. Dus dan gaan we nu maar eens even heel erg snel doen in de pawn store bij Hugo. Zo heb ik hem namelijk genoemd. Don't ask me why, but I like that name. In het Engels is het Hugo. Sell. Voordat we triple klik op je muis hebben, gaat het sneller. Oké, daar gaan we weer. We kunnen dus ook een ander huisje in nu. Ik ga niet die normale inbreker zijn die gewoon niet ergens naar binnen durft te stappen. Dus there we go, met unwanted attention. Ja, oké. Okay. Oh, helemaal niet klaar. Oh, $1 schade. Ook echt totaal niet verdacht dat hier een autootje staat. Oh, wacht, ik moet aan deze kant. Hop, doe gewoon lekker makkelijk over zo. Op een of andere keer een beetje glitch bij mij. Wat moest ik doen? Space key on the drawer. Weer mooi bijgevuld. Weer mooie nieuwe spulletjes jatten. De wc ook weer gerepareerd. Kapot! Goed zo. Mooie lading water. Ja, maar wat bedoelen ze nou precies? Wat willen ze nou? Big items. Maar dat heb ik hem al gejat. I don't get it. Oh. Ik snap hem al wat ik moet doen. Ik ben erg blind. Ook helemaal geen lampen. Ik ga eens een ander huisje doen. Laten we mee beginnen. Close. Ja, gewoon door naar 110. I do not care. We can't get in. But can we get out? We will not know it yet. Of course we can get in. And we can get out. Tap. Ik zie allemaal lockpick spullen in mijn auto laten liggen. Wat inbreker ben ik? Jezus. Kan ik hier eens niet tegenop lopen? Moet ze eens hier omheen. Kom. Hop. Hop. Dat is niet gewoon zin in mijn inventory. Nee, ik heb serieus in mijn auto gedaan. Wat een noob ben ik. En redden kan ik ook nog steeds niet. Ik kan wel crouchen, maar niet rennen. Ik kan meteen mijn auto wat verder weg zetten eigenlijk. Iets betere positie. Nee, ik moet er juist in. Dank je. Ik kan er zo meteen inbreken hier. Zin, dan zet ik hem. Niet hier. Niet bovenop die bult. Zoiets als hier. Oké.
Je kan dus heel makkelijk omheen rennen. Je kan hier straks ook gewoon heel makkelijk uit. Zoek zo'n fles ketchup. Zo, deze deur eens even dicht doen. Nou, dat is min 1. Eerst ga ik dit doen, dus. Did it. Zo'n oude tv. Pam. Thank you. Ik zie weer de wc, jongens. Boom. Zo nodig naar de wc moeten en dan zou de wc maar net kapot geslagen zijn. Radio go go. Dit is een liedje van mijn tijd. Nou ja, mijn tijd. Voor mijn tijd, maar. Ik ga vuist, ik neem mee. Geld. In ieder geval nog niet thuis. Wel heel blij mee. Jongens, ik ben alleen aan het verhuizen. Niks verdachts. Er loopt echt helemaal niemand hier. Mooi zo. Dan kan ik mijn tv meenemen. Beetje extra. Echt gewoon niet heel erg verdacht of zo. Gewoon oude tv meesleuren zo over straat. Maar hier achter heb ik mijn autootje staan. En heb ik weer een misdaad begaan. Twee stuks, want ik heb twee huizen ingebroken achter elkaar. Woe, zo doen we dat. Maar er is dus echt helemaal niemand thuis. Echt super chill. Flop. En gas geven. Lekker mystiekje erbij. Ik hoop niet dat copyrighted is. Ik denk het bijna van wel. We gaan naar home. Let's do it. Wat heb ik al? Super. Level up. Moet toch eerst even hier naartoe. Ready, duck. Oké. Dus ik ga even kijken of ik nog wat kan verkopen op Black Bay. Kijk eens, sell. Beetje monies. Beetje extra. En de rest van de shit doken hier in de lockers kan. Dat was niet altijd hoe ik het bedoeld had. Storage. Zal ik een nieuwe lockpick bij bestellen? Want ik zie het even zo voor me dat ik dat dus gewoon vergeet. Een lockpick. Zo. Leg er weer een paar. Let's do it. Doe. Waar ik nou eigenlijk besteld? Jobs, 110. Dus op naar 110. Let's go. Weet je dat? Dat is ook niet binnen geweest bij 110. Volgens mij wel. Nou, ik kan het even snel doen. Hoppa. Nou, daar zijn we dus weer. En hier ben ik dus net niet geweest.
Zo'n heel verdachte plek eigenlijk. Ik wil mijn auto neerzetten. Vast loszetten. Laat ik die vast open doen. Dus laten we eens beginnen met het bord te gaan slopen. Is er staan heiden? Nou, niet te hard meer praten. Dat is met D. Ja, misschien hier wel. Net niet. And we are in. Meteen hier zijn. Thank you. Thank you, not. Ik zie een wc. Boom. Kijk, dat is echt zo glitchy. Kijk je over de teapot. Nog een pad. Break or steal the dishes. Before you get yourself into trouble, try it on a training lock. I left one in the garage. De wat? Even zo doen. Nou ik heel eventjes wachten hier. Een idee is. Ach, dat hoeft toch niet eens meer. Ik kan gewoon één keer naar de auto toe nu. Als alles goed gaat. Ik kan de auto TV ook nog erin staan. Lol. En oprot hier. Hé, hey, een auto! Dat zie ik niet vaak. Een autootje hier rondrijdt. En back to home. Ga meteen naar home. Unwanted attention. Oké, we hebben het gehaald. Knife. What that? Oh. You're right. Dit ben ik net heel dit al aan het doen. You did a good job on that old TV in the empty house. For a real job, you gotta scope the joint. Go to 111 by 7 a.m. and watch. 111? Okay. Even kijken, we kunnen hier in ieder geval niks verkopen, dus. At 11. We gaan eerst wat shit verkopen bij onze Hugo. Zijn goede oude vriend. Oké. Okay. Interact. Nee, niet junkyard. We hebben nog helemaal niets te zoeken, we kunnen nog geen auto's jatten. Onze eigen auto is nog niet zo verrot. Dat het zelfs nodig is. De pawn store. That's where we need to go. Welcome back. Interact. Up. That's one thing with a stall. And the TV is also gone. En dan gaan we eens terug naar het wijkje om nog wat meer te gaan jatten. En ik moet naar 111. Around 7 a.m. Oké, dat duurt nog wel even.
Okay, well, in ieder geval, het is 7 PM. Laten we eens even kijken. Oh. Nee, what is 111? Over there. Er komt dus net iemand naar buiten. Oké. Okay. That's be nice. Okay. Box in there. Wait for them to leave and get me that box. Even wat verder verkenning. Okay. Dat is hier. Oh, je bent een keer binnen geweest. Oké, die gaat zo naar buiten. Wait a minute. I want some beer. Tenant routines. Ieder moment gaat hij weg. Ongeveer een half uurtje. Is hij gone. Dat heb ik dus net gedaan. Sleep in the park. Wat? Dat ligt toch niet fijn? Jezus. Oké, we moeten nog eventjes wachten. Een kwartiertje, dan is hij pleiten. Dezelfde graphics als in House Flipper. Best wel van dezelfde makers kunnen zijn. You never know. Best wel heel veel dingen hetzelfde zijn. And he's leaving. Nice. There we go. Ah, bijna. One down. Nope. Jezus, gaan we nog echt serieus niet meer lukken? Hehe, eindelijk. Get me that box. Box with content. Er ligt geen geld meer in ligt. Denk ik niet. Een radio. Wat is dat? Oh, een broek. Test something with I don't care. Ik zie weer een toilet. Beam. Een soort van brandmerk dat ik langs ben geweest. Deze vroeg bij de slaven ook gewoon brandmerken. En dan wisten ze, hé, hij is van mij. Je ziet me niet, ik ben gewoon aan het verhuizen. Niks verdachts gezien. Ik ben gewoon aan het verhuizen. Hallo meneer. Hi. Kijk, en dan wordt het dus heel verdacht. Hebbes. Katje. TV'tje erin. Alles dicht. En wegscheuren maar. Klakson? Denk ik niet.
Die maakt best wel wat herrie, dus logisch, een auto maakt altijd herrie. Maar dat tezijde. We gaan naar home. Home sweet home. Waarschijnlijk geen S. En C. Dat had ik wel verwacht. Oké, we gaan eens even kijken. Wat kunnen we als volgt gaan doen? Steal your forms. Eens even kijken. Is er nou wat leuks te verkopen hier? Verkopen, yes. Piriep. The Lombardis think their friend on Greenview needs a new window. But they think the one they got's fine. Go prove them wrong. Oké, dan gaan we de volgende episode doen, denk ik. Dus in ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.